Het tuinhuisje van Moesveien. Hij staat er inmiddels al 10 jaar. En de verf doet het nog steeds heel goed. Dat komt ook omdat het een mooie Zweedse constructie is. Met heel ruw hout. Bovenin moeten we wat bijwerken. En het belangrijkste is, de deur krijgt een nieuwe kleur, maar we zijn er nog niet uit. In de volgende aflevering hoop ik dat we hem geverfd hebben. Ik ga eerst maar eens beginnen wat takken weg te knippen, want dat gaat niet. En zoals de poll heeft uitgewezen, is de meerderheid van onze lezers voorstander van Skåne Gul. Dus dat gaan we maar doen. Zo, het begint tijd te worden om de deur te gaan verven. Hier kun je nog even zien hoe het huisje eruit ziet. De achterkant van de deur is behandeld met stormaguut. En hiervoor moet ik natuurlijk even onze prachtige tuinkabouter verwijderen. Oké, work in progress. Dit is dus een manier om een deur te schilderen. Je moet hem vlak leggen. En ik heb er nu 2 keer overheen geverfd. Het is natuurlijk een lichte kleur over een donkere kleur, dus dat is altijd lastig. Zoals je hier ziet. Maar ik denk dat het met een extra laagje nu wel goed komt. Nou, we zijn weer een stapje verder. Hij begint geel te worden. Ik heb er even binnenin gezet in de overkapping, want als je buiten bent, dan wat krijg je dan? Vliegjes. Het begint wat te horen, ik moet nog even op een paar plaatsen eroverheen. Dan laat ik hem hier even 2 dagen liggen. Er kan geen regen bij. Maar hij moet even goed warm worden, want echt alle water moet eruit, dan is de verf hard. En dan gaan we hem monteren. Dit is overigens een Kinotto plantje. Heel trots op. Groetjes! De zon breekt weer door en kijk. Hij is geel. Ik vind het wel fris lijken. Het geeft de tuin een heel andere, een ander gevoel eigenlijk wel. Klus geklaard. Maar er zijn nog heel veel andere klussen hoor. Nog even wat uitleg bij het huisje, want hij is geïmporteerd uit Zweden. En u ziet dat de planken verticaal gemonteerd zijn. En netjes naast elkaar gezet en daar staan dan weer die latjes overheen. Dit is typisch Zweeds en ontzettend slim, want daardoor stroomt het water natuurlijk naar binnen, naar beneden. En u ziet ook dat het hout mooi grof is. En dat doet onze verf het fantastisch op. Even een detail. Dit is niet zomaar een huisje, maar dit is geen dubbel geïsoleerd glas. Dit is zelfs 3-dubbel geïsoleerd glas. Ook al vriest het 20 graden of meer, daar merk je in het huis eigenlijk bijna niks van. Zeer aan te raden.